Ja mensen, dag 4 op Sardinië. We zijn vandaag in Orco Solo, ongeveer 20 kilometer zuiden van Nuoro. En dat stond vroeger bekend als een bandietendorp, echt hoog gelegen, ergens in de heuvels. Tegenwoordig staat het bekend om de muurschilderingen. In 1975, Francesco del Casino is daarmee begonnen. Een tekenleraar hier. En die heeft muurschilderingen gemaakt naar Latijns-Amerikaans voorbeeld. Met allemaal politieke gedachten en betekenissen. En we staan hier bij het stadhuis. En dat wilde ik jullie wel even laten zien. Het stadhuis. En misschien kijkend naar de deur met alle kogelgaten. We waren het politiek gezien niet altijd eens met het bestuur hier. Maar belangrijker nog de muurschilderingen. En niet zo heel goed zichtbaar. Maar daarachter staat Rinascita. Wedergeboorte heb ik opgezocht. En daaronder staat nog iets van Sardinië is toe aan een wedergeboorte. Daarboven staat kunstmest, geen projectielen. Vanwege een militaire basis die hier heeft gestaan. Je ziet in ieder geval hele mooie muurschilderingen en door de hele stad. En sommige worden ook nog zelfs bijgewerkt, heb ik net gezien. Erg leuk om een keer te kijken. Ciao, ciao.